Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week. We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt. Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken. Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week. Schitterend liedje. Weet jullie van wie? Claudia de Breij. Yes. Hebben jullie stiekem meegezongen? Denk het wel, hè? De meeste mensen kennen hem wel. Ik kom er zo nog even op terug. Maar ik wil even beginnen bij iets anders. En als jullie vaker in de basis komen, dan weten jullie misschien wel dat Deborah, mijn vrouw en ik, een klein ondeugend ventje hebben van 2 jaar nu. Hij heet Xavi. En Xavi is eigenlijk een heel stoer mannetje. Als hij door het huis loopt, dan schopt hij tegen dingen. Hij speelt niet met zijn speelgoed, maar hij zit overal aan waar hij niet aan mag komen. Als je zegt, kom hier, dan rent hij juist weg. Als hij buiten is, dan loopt hij in de plassen te stampen tot hij helemaal doorweekt is. Dus ontzettend stoer mannetje. Maar hij is niet altijd zo stoer. En een tijdje terug, toen was ik nog thuis en Deborah was al hier in de basis op een zondagavond, want ze zou hier gaan zingen. En ik was aan het wachten op de oppas, want ik zou daarna ook naar de basis komen. En Xavi was lekker aan het spelen en op een gegeven moment komt de oppas binnen. En je ziet hem kijken. Je ziet hem kijken. Wie is dat? Ik zal de naam niet noemen. Wie
dat? En je ziet het al, er gebeurt iets binnenin hem dat hij zegt, die ken ik niet. En hij staat op en hij begint een beetje te lopen. En op een gegeven moment rent hij naar me toe en hij komt in mijn armen. En dan voel je die armpjes zo knijpen. En dat moment is me echt bijgebleven, omdat op dat moment ik besefte van, ik ben de enige, nou ja, naast zijn moeder, de enige veilige plek op dit moment voor hem. En wat een enorme verantwoordelijkheid die je dan hebt als ouder. Maar ik dacht ook, en vooral in de voorbereiding voor deze toespraak, van dat het al zo jong begint dat je op zoek gaat naar een veilige plek. Een plek waar je altijd naartoe kan als je bang bent. Bijvoorbeeld als er een enge oppas binnenkomt. En dat liedje, mag ik dan bij jou, als we kijken naar dat refreintje, mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? Dat was voor Xavi op dat moment. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. En dat liedje is natuurlijk ontzettend, ontzettend populair. En aan de ene kant is dat vast omdat het een mooi melodietje is wat sowieso binnenkomt. Maar heel het liedje gaat natuurlijk over een ultieme, veilige plek. En ik denk dat die tekst ook wel wat doet. En dat het zo populair is geworden, dat zegt misschien wel wat. En daar wil ik vandaag ook over nagedenken. Dat je als volwassene eigenlijk heel je leven misschien wel een veilige plek zoekt. En die niet er altijd is. We zijn bezig in een serie, De God die ik je gun. En elke week staan we stil bij eigenlijk een kant van de God die we hebben ontdekt. En waar we deze diensten voor organiseren. Waar we zo van onder de indruk zijn. En nou ja, we hebben onder andere gehad, de God die ik je gun wil niks van je afpakken. De God van die ik je gun, dan mag je komen zoals je bent. En deze week gaan we kijken naar de God die ik je gun, wil je een veilige plek bieden. Dat wil ik eigenlijk in 3 gedeelten gaan doen. Eerst wil ik gaan kijken naar de bronnen van onveiligheid. Oftewel, ik kan me voorstellen dat je hier in Nederland woont en dat je zegt, ja, ik voel me eigenlijk best wel veilig. Waar is er onveiligheid dan? In de wereld, in mijn leven. Dat is het eerste stuk. En het tweede stuk wil ik gaan nadenken over, oké, als er dan onveiligheid is in mijn leven, hoe ga ik daarmee om? Waar vind ik dan bescherming? Hoe doe ik dat? Wie is dat? Of wat is dat? En het laatste wil ik als derde kijken naar een veilige plek. Is die er? Wie is dat? Of wat is dat? Laten we beginnen met de eerste en dat gaat over de bronnen van onveiligheid. En ik wil beginnen met 3 korte verhalen. En daar zit een gemene deler in, een rode draad en ik denk dat u die er vrij snel uit kunt halen. Laten we beginnen in 1907. En er zitten 2 mannen in een café ergens in Londen. Ik kan me zo voorstellen met een whisky op tafel en een sigaar. En die 3 mannen, of 2 mannen, hebben een megalomaan, een enorm groot idee. Namelijk dat ze de 3 grootste schepen ooit gebouwd willen gaan bouwen. En 1 daarvan zal daadwerkelijk de allergrootste worden. En zo gezegd, zo gedaan. En die plannen, dat worden prototypes. En die prototypes, dat wordt een echte boot die gebouwd gaat worden. En in 1909 begint de bouw en 2 jaar later, in 1911, is het af. En in 1912 zal de eerste reis van deze enorme boot, weet je al waar ik het over heb? Titanic, precies. De Titanic zal van Southampton naar New York gaan reizen. Maar ergens onderweg gebeurt er een verschrikkelijke ramp. Jullie hebben misschien wel de film gezien. In het midden van de Atlantische Oceaan zit er een matroos boven in het kraaiennest en hij kijkt om zich heen. Het is rond 12 uur en hij ziet daar een enorme ijsberg opdoemen. Hij belt naar beneden en de 6e stuurman neemt op en die geeft het bericht door aan de kapitein, maar ze kunnen niet meer uitwijken. En ja, jullie weten waarschijnlijk wat er gebeurt. Ze rammen die ijsberg en het schip begint te zinken. En dat duurt ongeveer 2 uur lang en die mensen zijn natuurlijk in paniek. De Titanic was erop gebouwd dat hij zo veilig zou zijn, ja, dat er helemaal die reddingsboten nooit nodig zouden zijn. Dus er waren uiteindelijk te weinig reddingsboten. Er wordt gevochten voor hun leven, maar 2 uur later, rond 2 uur 's nachts, breekt de boot doormidden en zinkt
naar 4 kilometer diepte. En helaas overlijden het merendeel van de mensen aan boord. Er waren zo'n 1300 mensen aan boord, 900 bemanningsleden. En slechts 700 mensen weten die ijskoude water en die ramp te overleven. Een paar dagen later, in de aankomstplek waar ze aan hadden moeten komen in New York, staat er in de New York Times dat er iets gebeurd was wat niemand voor mogelijk had gehouden. Namelijk dat veiligste schip, dat grootste schip ooit, de Titanic, gezonken was. Verhaal 1. Verhaal 2, een stuk dichterbij, 2008 hier in Apeldoorn. In 2008 in Apeldoorn is het Koninginnedag. En de koningin zal dit jaar hier Koninginnedag vieren in Apeldoorn. En ze loopt door het Oranjepark heen en daarna gaat ze met een open bus met de koninklijke familie reizen over de Lolaan en ze willen de Zwolse weg afslaan. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. En het was live te zien op televisie, misschien waren jullie er wel bij. Er komt een zwarte Suzuki Swift en die rijdt dwars door de menigte heen. En verschrikkelijke ramp waar uiteindelijk 8 mensen bij komen te overlijden. En de bestuurder daarna ook overlijdt aan zijn verwondingen. En opnieuw is dit zo'n gebeurtenis dat je denkt, in Apeldoorn, zo'n veilige plek, op Koninginnedag een feest en toch gebeurt er zo'n verschrikkelijke ramp. Dat was het tweede verhaal. En het derde verhaal is een heel kort verhaal. Twee maanden terug opende ik het intranet op mijn werk. Ik werk bij de Nederlandse Bank en het intranet is eigenlijk de informatie van binnen de Nederlandse Bank. En daar kwam ik het bericht tegen dat een 50-jarige collega die ik kende, niet heel goed, maar dat hij opeens was overleden na een kort ziektebed aan een hersentumor. En het overviel me heel erg dat die man waar je dan mee aan de vergadertafel hebt gezeten en die je kende als een hele positieve gozer die gewoon nog vol in het leven stond, dat die op zo'n veilige leeftijd, 50 jaar, opeens weg was. En dat kwam best wel binnen. En geen van mijn collega's had dit natuurlijk verwacht, dat dit op zo'n veilige leeftijd opeens zo'n enorme ramp gebeurt. Maar ik denk dat de rode draad van deze verhalen wel een beetje duidelijk is geworden. Namelijk dat elke keer we misschien wel denken, we als mensen denken dat we veilig zijn, omdat het eigenlijk geen wolkje aan de lucht is en dan toch een enorme ramp gebeurt. En een persoon die dat ook zag was Nassim Nicholas Taleb. Hij is Libanees van oorsprong en werkte in de financiële sector. Hij was daar een zogenaamde optiehandelaar. Of hij handelt op de beurs met financiële producten. En hij zag dat ze in de financiële sector continu probeerden om al de toekomst te voorspellen, om natuurlijk winsten te maken en om risico's af te dekken. Maar hij zag ook dat er elke keer weer iets was wat ze niet konden voorspellen, waardoor er een groot verlies werd geleden. En in hem groeide een overtuiging dat dit niet alleen iets was van de financiële sector, maar dat dat eigenlijk in alle aspecten van het leven zo is. Hij schreef er 5 boeken over, een hele grote reeks, genaamd De Incerto, onzekerheid in het Italiaans. En een van zijn bekendste boeken is De Zwarte Zwaan. En de zwarte zwaan, het idee van de zwarte zwaan komt van omstreeks 1697. Want voor 1697 waren het alleen maar witte zwanen. En iedereen dacht, zwarte zwanen bestaan niet. Totdat er in 1697 in Australië een zwarte zwaan werd ontdekt. En opeens dacht iedereen, hè? Nou ja, die onderzoekers, niet iedereen denk ik. Die dachten, hè, bestaan er ook zwarte zwanen? En dit idee grijpt Taleb aan. En hij schrijft er een boek over, The Black Swan. En de centrale gedachte van de zwarte zwaan is als volgt. Hij zegt, het centrale idee van de zwarte zwaan is dat zeldzame gebeurtenissen niet voorspeld kunnen worden op basis van eerdere waarnemingen, omdat ze zeldzaam zijn. Oftewel, alles wat je tot nu toe gezien hebt, daar kan je maar heel beperkt tot op een voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En er zullen altijd dingen zijn die je niet kunt voorspellen. En die je zullen overvallen. En hij noemt heel veel voorbeelden in dat boek. Zowel positief als negatief. Positieve voorbeelden zijn de opkomst van het internet, die niemand had verwacht. De opkomst van de PC, de personal computer, die nu iedereen heeft. Dat zijn de positieve. Maar de negatieve is bijvoorbeeld 11 september 2001, toen de vliegtuigen
in de Twin Towers, in het World Trade Center vlogen. Iets wat niemand had kunnen voorspellen. Oftewel, zijn conclusie is, er zullen altijd zwarte zwanen zijn. En we zijn nooit echt veilig in deze wereld. En hij concludeert dan ook dat misschien is de meest wijze persoon wel degene die weet dat hij niet ver vooruit kan kijken. We waren in dat eerste blokje de bronnen van onveiligheid. En de eerste bron is dus de onveiligheid in de wereld. Die zwarte zwanen die we niet kunnen voorspellen. Maar ik wil nog naar een ander gedeelte. Want ik denk dat er veel meer onveiligheid is en veel dichterbij. Namelijk de onveiligheid in onze relaties. Toen ik met Deborah over dit thema aan het... Ik zat een beetje in de stress met deze voorbereiding. We zaten in bed en was van gedachten aan het wisselen. En toen zei ze, nou vroeger toen ik vriendinnen had en toen ben ik best wel een aantal keer gekwetst. Dat dacht dat ik mensen kon vertrouwen en vervolgens ja, dat ze iets doorvertelde of me blazerde ergens. Dus denk ook dat, en toen dacht ik, ja dat is ook een hele grote bron van onveiligheid. Dat je ergens in je leven belazerd wordt of bedrogen of mensen niet kan vertrouwen. Dat blijkt en dat je dan in alle opvolgende relaties daarna... Ja, continu een stuk onveiligheid hebben, omdat dat helemaal weer hersteld moet worden en dat soms nooit hersteld wordt. Maar het kan zelfs nog veel eerder beginnen. En volgens mij een Amerikaanse onderzoekster, ja, een Amerikaanse psycholoog, Mary Ainsworth, heeft onderzoek gedaan naar zogenaamde hechtingsproblematiek. En ze ontworp een experiment en dat heet het de situatietest. En daarin veranderde steeds een setting waarbij een kind in een ruimte zat. En er kwam een vreemde persoon binnen en haar eigen vertrouwenspersoon, een van de ouders. En ze wisselden die steeds af. Ik heb er ook nog een plaatje van, dat je ze in die kamer ziet zitten. En er komt steeds een andere situatie en dan observeert ze, wat doet het kind? En daaruit bleek dat er vier typen hechting zijn. De eerste is gezonde hechting. Dat is een veilig gehecht kind. Het kind reageert wel wat angstig op het vertrek van de moeder, maar is bij terugkomst gauw gerustgesteld. Sorry. De ouders van dit kind zijn sensitief en toegankelijk voor het kind. Dus veilige hechting. Maar er zijn nog drie types. De eerste is het vermijdend gehechte kind. Dit kind reageert niet of nauwelijks als de opvoeder vertrekt en weer terugkomt. Het onderdrukt zijn angstgevoelens om afwijzing te voorkomen. Ouders van dit kind reageren vaak strikt en rigide en hebben een afkeer van lichamelijk contact. Ze zijn consequent en ongevoelig. Dan is er nog een type, het angstig ambivalente gehechte kind. Het kind blijft dicht bij de moeder en vertoont weinig exploratiegedrag. Oftewel, het gaat niet zelf op onderzoek uit. Het reageert heftig op weggaan en heftig op terugkomst van de moeder. Het wil opgepakt, maar tegelijkertijd reageert het boos en wil weer neergezet worden. Deze ouders zijn vaak onbereikbaar op momenten dat het kind hen nodig heeft. Ze reageren vaak onvoorspelbaar. Ze zijn inconsequent en sensitief. En dan is er nog het laatste type kind. En dat is het heftigste, het treurigste type. Het gedesorganiseerd gehechte kind. Dit kind reageert heftig als de moeder weg is, maar bevriest bij haar terugkomst. Deze ouders vertonen beangstigend en onvoorspelbaar gedrag. Ze zijn inconsequent en niet sensitief. Nou, dan zijn er vier manieren hoe dit kan ontstaan. Mishandeling, verwaarlozing, getuigen van huiselijk geweld en allerlei risicofactoren zoals armoede, alleenstaand ouderschap. Denk aan echtscheiding, overlijden, behoren tot een etnische minderheid en werkloosheid en middelenmisbruik. Oftewel, onveiligheid, als je als kind je ergens onveilig voelt op een van deze manieren, dan kan je daar de rest van je leven last van hebben. En het komt heel nauw. Ik kon even geen recentere cijfers vinden, maar op een van de overheidswebsites bleek dat 30% van de mensen één van deze vormen van hechtingsproblematiek in bepaalde mate heeft. En dat is absurd veel. Dan de laatste bron van onveiligheid. En laten we even terugkijken wat we gehad hebben.
We hebben die onveiligheid in de wereld, die zwarte zwanen die we niet kunnen voorspellen. Dan is er het gekwetst worden. Die vriendinnen van Deborah, belazerd worden, dat soort dingen. En we hadden de hechtingsproblematiek. Dus dat je als kind al een stuk onveiligheid meekrijgt en daar de rest van je leven mee zit. Maar zelfs in de beste relaties geloof ik dat er een stuk onveiligheid is. Zelfs in gezond gehechte mensen die een goede relatie hebben, denk ik dat er een stuk onveiligheid zit. In de Bijbel staat een tekst in het Oude Testament, het oudere gedeelte van de Bijbel, in Jeremia 17. En er staat, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? En een van de mensen die deze tekst heel serieus heeft genomen. Ik ga even een slokje drinken. Is de voorganger John. We noemen hem even John. Uit Amerika van een grote kerk. En ik las een tijdje terug een boekje van hem. En ik denk dat het heel mooi illustreert hoe hij in zijn best wel prima huwelijk toch een stuk onveiligheid ervaart. Als hij diep, diep in zijn hart kijkt. Ik wil een stukje voorlezen. Toen ik 64 jaar was, nam ik een verlof van 8 maanden op. Een verlof van mijn bediening als voorganger. Je kan voor jezelf voorstellen dat je een verlof opneemt van je werk. De belangrijkste reden die ik de leiders en de gemeente, de kerk, gaf, was dat ik een stap achteruit wilde doen en mijn ziel wilde onderzoeken. Er speelde geen huwelijkscrisis van betekenis, maar de spanningen van gezin, huwelijk en werk waren wel zodanig dat het me op de gedachte bracht dat ik tijdelijk de druk van preken en leidinggeven, van al het schrijven en de social media aan de kant moest zetten. Een doel dat ik had was om tijd, emotionele energie en aandacht voor mijn vrouw en ons huwelijk te hebben, zodat ik zo grondig mogelijk de oorzaken kon identificeren en aanpakken. Vooral die met betrekking tot ons huwelijk. En toen ik bij het identificeren van die specifieke oorzaken zo specifiek mogelijk probeerde te zijn, bleek zonneklaar welke die waren. Namelijk een walgelijke groep van zelfzucht, woede, zelfmedelijden, snel een ander de schuld geven en chagrijnigheid. En John wil zo specifiek mogelijk zijn, dus hij gaat nog dieper in zijn hart kijken. En dan zegt hij, wat is die zelfzucht precies? Zelfzucht is praktisch hetzelfde als trots. Het is de verdorvenheid van mijn hart die de basis van al mijn verkeerde gedrag is. En hij ziet zijn zelfzucht als een reflex die op de volgende manieren werkt. Hij heeft een aantal verwachtingen van anderen. Hij zegt, ik verwacht gediend te worden. Ik vind dat mij iets verschuldigd is. Ik wil eer en complimenten ontvangen. En ik wil dat de dingen op mijn manier gebeuren. En tenslotte, ik vind dat ik het recht heb om negatief te reageren als iemand mij dwarsboomt. En dan zegt hij, weet je wat er gebeurt als iets van die verwachtingen, als dat niet waar wordt, als dat niet gebeurt zoals dat ik het wil, dan gebeurt het volgende. En hij is ook daar weer, ja, vreselijk specifiek. Woede, ik heb zelfmedelijden, ik vind mezelf zielig, snel een ander de schuld geven en chagrijnigheid. En dan concludeert hij. En natuurlijk is het effect hiervan op ons huwelijk. Dat mijn vrouw zich eerder veroordeeld en afgekeurd voelt dan gekoesterd en geliefd. Gevoelens van liefde verschrompelen. De hoop wordt kleiner en de kracht om vol te houden in de moeilijkheden van de bediening, het werk, neemt af. En toen ik dit zo las en ik zat in mijn bed en ik las dit, toen dacht ik eerst van hoe moedig is het? Als je, net zoals de Bijbel zegt, als je die diepte van je hart probeert te bekijken en echt eerlijk probeert te benoemen, wat zijn nou de diepste drijfveren van alles wat ik doe? Wat is het specifiek en wat kan ik eraan doen? Hoe moedig is dat? En het tweede idee wat ik had, is dat ik het ontzettend herkende. En dat ik dacht, oh man, hoe vaak ja, zit dit ook mij niet dwars? In mijn huwelijk, op mijn werk, op alle fronten. Dat ik enorme verwachtingen van anderen heb. Dat ik zo graag wil dat het op mijn manier gaat. En dat ik dat niet heel duidelijk laat merken. Maar dat ik subtiel, een beetje chagrijnig word. Of dat ik beschuldigend word als iets in ons huwelijk niet goed gaat. Dat ik dat op een subtiele, negatieve manier communiceer. En dit soort patronen zie je als je in de Bijbel kijkt, al vanaf het begin van de geschiedenis. Bijvoorbeeld Genesis 3, het eerste boek van de Bijbel, staat. Adam zei, de vrouw die u mij hebt gegeven, heeft mij ervan gegeten. En toen heb ik ervan gegeten.
Het verhaal van Adam en Eva. Eva die van de appel eet. En dan komt God eerst naar Eva en dan naar Adam. En Adam die geeft Eva de schuld. Het zit ergens in mij. Het zit daar er al in. En ik vind het ook wel veilig, denk ik, om te zeggen dat we allemaal in bepaalde mate dit moeten herkennen. Als je diep in je hart gaat graven. En het gevolg daarvan is, zoals die concludeert, dat er iets in zijn huwelijk is wat echt de veiligheid in de weg staat. Je komt nooit helemaal tot een eenheid, omdat er altijd dit stukje zit, zelfs in de beste relaties. En dat is eigenlijk, dat zijn de bronnen van onveiligheid. Die zwarte zwanen in de wereld, waardoor we ons nooit veilig voelen, echt veilig kunnen voelen in de wereld waarin we leven. Het gekwetst worden en het belazerd worden, wat onherroepelijk ergens in onze leven voorkomt. Het misschien wel als kind onveiligheid meekrijgen waarmee je moet ploeteren en wat een afstand creëert in alle volgende relaties. En zelfs in de beste relaties zit dit negatieve, akelige in de war. Dus er zijn denk ik heel veel bronnen van onveiligheid. En hoe beschermen we ons daartegen? Deel 2. Hoe gaan we daarmee om in de praktijk? En ik wil me eerst even richten op die grote wereldproblemen, zeg maar. De zwarte zwanen die we niet kunnen controleren. Als we even teruggaan naar Nassim Taleb, die dat boek schreef over die zwarte zwaan. Hij zegt dat we ons op deze manier beschermen. Hij zegt, wij mensen die moeten omgaan met de grenzen van onze kennis, het ongeziene en het onbekende, niet weten wat er te gebeuren staat, lossen deze spanning op door het leven en de wereld in behapbare, geruststellende ideeën te forceren. Oftewel, hij zegt, we gaan proberen om in ons hoofd een soort schijnveiligheid te creëren, waarin logisch, om ons op ons gemak te voelen. Want je kan niet continu met onveiligheid leven. En hij vindt het niet raar dat we dat doen, maar eigenlijk is zijn aanbeveling, wees altijd voorbereid dat er een zwarte zwaan kan gaan gebeuren. Nou, ik wil heel kort stilstaan bij een voorbeeld van zo'n zwarte zwaan die in de wereld gebeurde en hoe we daar toen mee om zijn gegaan, hoe we ons hebben beschermd daartegen. En daarna wil ik snel gaan naar hoe we ons beschermen in relaties. Een groot voorbeeld van zo'n zwarte zwaan die gebeurde was natuurlijk de financiële crisis in 2008. Ik weet niet of dat u het nog weet. In 2008 werden er allemaal slechte leningen verstrekt in Amerika aan mensen die het eigenlijk niet konden betalen. Nou, dat ging op een gegeven moment verkeerd. Toen vielen banken om. Dat kwam naar Europa toe, waar onze banken om gingen vallen. Dat ging over naar overheden, zoals bijvoorbeeld Griekenland. Misschien, ik denk dat we het allemaal nog wel een beetje weten. En daarna hebben we maatregelen genomen. We gingen onszelf beschermen, zodat het in de toekomst nooit meer zou gebeuren. Ik werk zelf bij de Nederlandse Bank en ik ben toezichthouder op banken. Dus ik ben hier heel erg mee bezig geweest. En specifiek, als ik naar banken kijk, dan zie je dat in Basel, waar alle landen bij elkaar komen, dat ze allemaal besluiten hebben genomen van we gaan nieuwe regels aannemen. We gaan banken grotere spaarpot aan laten houden, zodat ze weerbaarder zijn als zoiets nog een keer gebeurt. En dan wil ik een grafiekje laten zien uit het recente overzicht financiële stabiliteit afgelopen najaar 2019. En wat je hier ziet zijn eigenlijk alle risico's die op dit moment ons financiële stelsel bedreigen vanuit de Nederlandse bank gezien. Zomaar wat voorbeeldjes wat allemaal om ons heen hangt. Dat is Brexit natuurlijk, waarin we niet precies weten hoe dat gaat gebeuren. De handelsoorlog, Trump, die allerlei onvoorspelbare beslissingen neemt. We hebben een historisch lage rente. We weten niet precies wat er gaat gebeuren. En ik denk dat we bij de Nederlandse Bank goed werk doen. En dat we ons best doen, maar we weten nooit wat er exact gaat gebeuren. En of dat er een zwarte zwaan aan zit te komen. Dit is mijn persoonlijke mening. Dit is geen mededeling namens de Nederlandse Bank. Dus ik weet het niet, maar we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus zegt Nicholas Taleb, de schrijver van het boek, wees voorbereid dat er altijd wat kan gebeuren. Goed, dan naar een veel belangrijker gedeelte, denk ik, vandaag. En dat is, hoe beschermen we ons tegen al die onveiligheid in onze relaties die ik net beschreven heb? En dan wil ik even terug naar het verhaal van John. John, zoals u nog weet, is die voorganger van die Amerikaanse kerk die in zijn hart kijkt.
En uiteindelijk, wat was zijn reactie tegen de onveiligheid? Hij heeft verwachtingen van mensen en hij weet, hij kan anderen niet controleren. Je weet, kan nooit op je werk andere mensen, in je huwelijk andere mensen controleren. Dus je probeert op een of andere manier je te beschermen tegen die onveiligheid. En zijn strategie, zijn reactie, waren die vier dingen. Woede, zelfmedelijden, snel een ander de schuld geven en chagrijnigheid. En een klinisch psycholoog uit Amerika die heeft daar dieper over nagedacht. En die zegt, wat is dit? Hoe beschermen we ons? En dat is de klinisch psycholoog Larry Crabb. Hij heeft jarenlange ervaring als psycholoog, ook in de praktijk. En hij zegt het volgende. Veel mensen leiden een eerlijk en fatsoenlijk leven. Maar iedereen ontwikkelt een eigen stijl van omgaan met anderen. En die is bedoeld om hevige persoonlijke pijn, gekwetstheid te vermijden. Om zichzelf te beschermen. Die zelfbescherming waar ik op doel, doet zich voor wanneer uit ons terecht verlangen naar liefde. Er is niks mis met het verlangen wat we hebben om dat de ander ons lief heeft. Dat we respect krijgen van de anderen. Maar dat uit ons terechte verlangen naar liefde de wens ontstaat om niet gekwetst te worden. En die wens voorrang krijgt boven een werkelijk door liefde gekenmerkte betrokken omgang met anderen. Oftewel, hij zegt, we beginnen met goede verlangens. Met de verlangens om niet gekwetst te worden. Om lief, dat mensen ons lief hebben en dat we mooie relaties hebben. Maar ergens along the way wordt dat beschadigd. In onze jeugd al, of als kind, in onze jeugd, waar dan ook. En dan komen de zelfbeschermingsmechanismes, zoals dat bij John ziet. En die creëren een afstand in elke relatie, waardoor we ons nooit echt veilig voelen. En dan zegt Larry Crabb, zegt verder. Natuurlijk zijn we het slachtoffer van andermans liefdeloosheid. We worden gekwetst. Soms heel erg hard. Maar we kunnen onze reacties niet met de fouten van anderen rechtvaardigen. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden. We zijn in deze wereld zowel slachtoffers van anderen die ons kwetsen, als daders die anderen daardoor weer kwetsen. Mensen lijden. Mensen die lijden en mensen die leed toebrengen. Ja, en dan zitten we dus met deze situatie van ontzettend veel onveiligheid in al die relaties. Nooit een echte eenheid hebben. Nooit een vervuldheid van je verlangens. En daardoor, ja, al die onveiligheid die daaruit voortkomt. En als ik naar mijn eigen leven kijk, ik heb overal gezocht om echte diepe vervulling te vinden hier op aarde. Ik heb het overal in gezocht. Ik begon met sporten, keihard sporten. Ik heb het keihard gewerkt. Ik ben daarna studies gaan volgen. Ik heb 4 masters. Ik ben, en dat zeg ik niet om op. Het gaf me juist geen vervulling. 4 masters. Ik ben cum laude afgestudeerd. En ergens voelde het nooit compleet. Ik heb een goede baan. Ik heb een mooi huwelijk. Ik heb alles wat ik. Ja. En nog steeds zit dat probleem er. Want je loopt altijd, als je diep in je hart aankijkt, zie je het zitten. Er is een incompleetheid waar we niet omheen kunnen. En dan wil ik naar het derde gedeelte toe. Want waar vind je dan een veilige plek hier op aarde, als die er eigenlijk niet is? En ik wil beginnen met een vrij boute uitspraak. We hebben oprechte verlangens. Of sorry, Romeinen 3 vers 23 staat in de Bijbel. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Oftewel, we zijn slachtoffers aan de ene kant, maar we zijn ook daders aan de andere kant. En daardoor kunnen we niet verbonden worden met die ultieme veilige plek, met Gods nabijheid. En ik kan me voorstellen dat je dat nog even heftig is en ik probeer dit uit te leggen. Ik denk dat we, als we even aannemen dat we met dit probleem zitten, dat we dus niet verbonden kunnen zijn met God. En als je daarvoor open staat, dat dit probleem wat je onherroepelijk in je hart gaat aantreffen, dat je zegt, ja, ik vind eigenlijk geen vervulling. En dit, wat John omschrijft, vind ik ook eigenlijk wel in mijn hart. Wat is dan de oplossing?
En als je dan gaat kijken naar wat religies daarover te zeggen hebben, dan zegt bijna elke religie zegt, je moet het zelf oplossen. Jij bent verantwoordelijk voor het probleem. En er zijn een aantal verschillende aanpakken. Oftewel, je moet goede dingen gaan doen. Je moet bepaalde handelingen vaak gaan doen. Je moet rituelen gaan doen. Je moet je ego gaan onderdrukken, zegt een andere religie. Alle religies zeggen, jij moet het oplossen. Een soort prestatiemodel. Jij moet eerst dit doen en dan wordt het beter. En dan komen we bij de God van de Bijbel. En die doet iets heel anders. En dat wil ik graag uitleggen, want dat laat zien dat die God de veiligste plek is hier op aarde. Toen ik 10, 12 jaar oud was, ik weet het niet meer precies, speelde ik veel in de straat bij ons thuis. Ik weet niet of jullie spelletjes stoepranden kenden. Met die bal tegen de stoeprand en dan moet je proberen aan de overkant te komen. Dat deed ik vaak. En dat was heel iets onschuldigs. Maar op een dag besloot ik dat het wel leuk was om met een vriendje op de motorkap van een auto te gaan zitten. En uiteraard deed ik dat. Mijn vriendje stond erbij te kijken. En ja, ik was me van geen kwaad bewust, maar die motorkap zat helemaal onder de krassen. Die auto was van meneer Vijfhuizen. En meneer Vijfhuizen hield ontzettend veel van zijn auto. En toen ik op een gegeven moment thuis kwam, niet vermoedend, kwam op een gegeven moment mijn vader en die zei, Joro, ga even zitten. En we hebben het gehad over dat meneer Vijfhuizen aan de deur was geweest en dat hij had gezegd, volgens mij is jouw zoontje is op mijn motorkap gaan zitten. En daar zitten nu allemaal krassen op. Dat moet betaald worden. Die moet overgespoten worden. En ik was me niks vermoedend, maar toen ik dat verhaal aanhoorde, dan voelt het van, wat moet ik gaan doen? Hoe kan ik dit ooit goed maken? En toen zei mijn vader, of toen bleek uiteindelijk dat mijn vader het eigenlijk al betaald had. Dat hij het betaald had, hoeveel het ook kostte. Natuurlijk hebben we nog een goed gesprek daarna gehad. En moest ik vast naar mijn kamer en zaten daar wat maatregelen aan. Maar hij betaalt het. En dat is wat een vader doet. En zo is het ook met God. God zegt niet, jij moet het oplossen. Maar God zegt, de God van de Bijbel zegt, ik ga het voor jou oplossen. En mijn vader moest alleen maar betalen met geld. Maar de God van de Bijbel, als je het leest, dan staat er dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor ieder die dat gelooft. Nou, ik heb nu een enige geboren zoontje. En ik vond het vroeger een vaag verhaal. Maar nu besef ik dat als je je enige geboren zoon opoffert voor een ander, dan dat het het meest waardevolle is wat je hebt. En dat kan alleen een vader doen. Die alles over heeft voor zijn kinderen. En dat kind is de Heer Jezus die naar de aarde kwam en stierf aan het kruis. En daarna stond hij weer op. Het is lekker makkelijk om je kind te offeren. Dat zou niet goed zijn, maar hij stond daarna weer op. Dus daarom is God echt zo anders dan alle andere goden die je maar kan voorstellen in alle andere religies. Deze God is een vader. En dan staat er in de Bijbel, Johannes 1 vers 12. Maar allen die hem, Jezus, aanvaard hebben en geloven in zijn naam heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dus alleen als je dat aanvaardt, als je zegt, ik ben onveilig op aarde. En er is iets wat ik niet kan grijpen. Ik kan nergens echt vervulling vinden van wat ik hier op aarde, ik kan het nergens uithalen. En dat heeft gevolgen voor mijn relaties, want ik probeer het uit een ander te trekken. En dat is niet goed geweest. Dan zegt God, ik bied je de oplossing aan. Want ik ben voor je gestorven, als een vader. Of bied ik jou dat aan? En dan staat er in Romeinen 8 vers 15, zegt een ander Bijbelboek, wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven, de connectie met God. Waardoor wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. En Abba, Vader is eigenlijk het Hebreeuwse voor heel dicht bij je vader kunnen kruipen, zoals Xavi dat bij mij doet, of deed. Nog steeds doet, hoop ik. En degene die dat zegt, onder andere, is Jezus, toen hij hier op aarde liep. En in de tuin van Gethsemane, voordat hij ging sterven aan het kruis, zei hij, Abba, Vader, de meest onveilige plek waar hij was, net voordat hij ging sterven, zei hij dit, Papa, wat moet ik doen?
En ik kan me voorstellen dat je ook op een onveilige plek zit, misschien nu in je leven. Ja, en ik heb het zelf ervaren dat je in de moeilijkste momenten van je leven dan mag zeggen, papa, papa, ik heb je nodig. De Titanic gaat ook een heel mooi verhaal er rond. Dat zie je ook in de film. Dat als de boot ten onder gaat, dat ze blijven spelen. En dan zingen ze dit liedje nog. Spelen ze dit liedje. Nader, mijn God, bij u. U naderbij. Zij ook de weg daartoe een kruis voor mij. Wat ook op mijn toekomst zij, wat er ook gaat gebeuren. U nader, naderbij. Nader, mijn God, bij u. U naderbij. In het meest verschrikkelijke moment van hun leven, een boot die zinkend is, vinden ze de rust, de nabijheid van hun papa, hun vader. Ik wil gaan afsluiten met een quote van C.S. Lewis, mijn grote inspirator en schrijver die dingen onder woorden kan brengen op een manier die, ja, die niemand kan, geloof ik. Hij zegt dit: liefde kan alle gebreken vergeven en nog steeds lief hebben, ondanks die gebreken. Als je hart kijkt en je zegt, oh, ik heb dingen gedaan die niet kloppen. Liefde kan het vergeven. Onze papa, onze vader kan het vergeven. Maar dan staat er, maar liefde kan niet anders dan verlangen om die gebreken te verwijderen. Van alle krachten vergeeft liefde de meeste, maar verdraagt het minste. Liefde is tevreden met een beetje. Dus de wil om te zeggen, papa, ik heb iets fout gedaan, maar vraagt alles. En daarmee zegt hij eigenlijk, als je deze stap neemt, dan wordt hij echt je vader. En dan zie je in het verhaal van John dat iets hem inspireert in zijn geest, in zijn hoofd. Ik moet in mijn hart kijken. En daar zitten dingen die niet kloppen. En dan begint er, komt er een inzicht waardoor, dat zie je bij John, inzichten waardoor uiteindelijk zijn huwelijk tot bloei kan komen. Omdat, vergeving, wat Jezus heeft gedaan is de eerste stap. En daarna komt er een heel mooi leven met een vader. Ik begon met Xavi die naar mij toe rent. Maar hij weet nog niet dat ik niet een veilige plek ben. Dat ik allemaal tekortkomingen heb. Dat ik soms mijn vrouw tekort doe. Dat ik ook een onveilige plek ben. Maar achter mij staat zijn echte papa. En ik hoop dat hij dat ooit mag ontdekken. Dat de plek is waar die moet zijn. En ik hoop ook voor jullie vandaag dat ergens binnen mag komen. En dat je mag zeggen, oh, daar verlang ik naar. En ik wil toegeven dat ik het niet alleen kan. Maar dat ik de bescherming nodig heb van een hemelse vader. We gaan een lied zingen waarin die uitnodiging klinkt. Een uitnodiging niet als een God die zegt, jij moet het oplossen. Maar als God die zegt, ik heb het voor jou betaald. En kom nu maar bij mij. Dan zet ik alles opzij. Kom maar bij mij, heel lekker uit en laat je tranen vrij. Zeg maar even niet, laat je maar uit en maak een einde aan je pijn. Kom maar bij mij, slik nou je tranen niet door, want als je uit hier zo bij mij lucht dat je even nog. Dus kom maar even hier en vertrouw me nou maar blind. Open als een kind, me
misschien vergeet je je verdriet. Hou me maar vast en vertel me wat er is. Ga je verdriet niet uit de weg. Kom maar bij mij. Voel je maar vrij. Als je je pijn met me deelt. Kom maar bij mij. Ik droog je tranen. Als je je open stelt. Praat me van je af. Wat er met jou is gebeurd. Alles kan ik aan. Dus als je wilt schuilen. Ja, kom maar bij mij, dat zegt een vader, hè? Supermooi. En dat zegt hij ook vandaag, elke dag eigenlijk. Kom maar gewoon zoals je bent. Of dat je in de beste relatie zit, of dat je op de diepste plek van je leven nu zit. Kom maar bij mij. Als je aan de ene kant wil geven, dat je zegt, oh, ik leid, maar ik ben ook dader. Ik heb gewoon een papa nodig. Ik wil elke dienst geven de gelegenheid om dat voor het eerst te doen. En dat wil ik vandaag ook doen. Willen jullie met me mee bidden? Vader in de hemel. Heer, vandaag kan ik het gewoon zo zeggen, Heer. Dank u dat u ons allemaal kent hier zoals we hier zitten. Dat u weet wat er in ons leven speelt. Heer, of dat we inderdaad in een goede relatie zitten, Heer. Of dat we ergens in een dieptepunt zitten. Maar Heer, ik geloof, hoe we er dan ook, waar we ook zitten, u wilt onze vader zijn. Heer, en dat zo'n ander leven is als je weet dat er een vader achter je staat. Die je wil beschermen en die je in dit leven wil vormen tot een zo mooi mogelijk persoon. Misschien dat je vandaag dat voor het eerst die keuze wil maken. Ik wil daar vragen of dat iedereen een moment zijn ogen gesloten wil houden. En dan vraag ik je zo om heel even kort je hand op te steken. Om dat voor jezelf te bevestigen. Dat je zegt, vandaag wil ik in de armen rennen van God. Een God die niet zegt, je moet gaan boeten voor wat je hebt gedaan. Maar de God die zegt, ik heb het voor jou betaald. En kom maar bij mij. Ik wil op dit moment vragen, als dat je verlangen is, steek dan kort even je hand op. En dan
zal ik dat bevestigen voor jezelf. Dat je weet, vandaag wil ik in de armen van die vader vallen. Ja, dankjewel. 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 Als je dat wil, doe het dan vandaag. Ga je niet weg zonder dat je in die veilige plek bent. Ja. Ik ga voor jullie bidden. Dankjewel, lieve Vader, Heer, dat er vandaag weer mensen zijn die in uw armen mogen rennen, Heer. De veiligste plek op deze onveilige aarde. Heer, we zijn in Nederland zo veilig dat we bijna niet meer beseffen dat de wereld om ons heen onveilig is. En dat onze relaties niet de veiligheid hebben die het zou kunnen hebben, Heer. Heer, ik hoop dat het verlangen gaat groeien en dat onze ogen steeds meer open gaan voor die situatie. Heer, wilt u bij de mensen zijn die vandaag hebben besloten, ik ga in die armen, ik kom in die armen en ik wil een nieuwe stap zetten. Heer, wilt u met hen meegaan, Heer? U weet wat ze nodig hebben. Ik weet het niet. U weet het, Heer. En ik geloof dat u met deze mensen aan de slag gaat als zij daarmee aan de slag willen gaan. Heer, zoals we dat zo mooi hier in de kerk, in de basis kunnen zeggen, wilt u hen zegenen, Heer. Dat u nabij bent, dat u met hen meegaat. Amen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc/next, waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.